Goedemorgen. Vandaag gaan we lokken zetten. Hè? Het oefenen van lokken zetten. Ik heb hier nu een rechthoekstrook. Maar jullie kunnen thuis op jullie oefenhoofd ofwel een rechthoekstrook afdelen op jullie oefenhoofd. Of je maakt het gewoon op een heel oefenhoofd. Dat kan ook. We gaan niet met producten werken. Dat zul je trouwens ook niet, allee, waarschijnlijk ook niet hebben thuis. De materialen zal je ook niet allemaal hebben. Maar de materialen die we nu gaan gebruiken, die vind je vast wel ergens thuis. Oké, dus we gaan lokken zetten met behulp van een plankje. Een plankje, of in dit geval, ik heb wel echt een plankje, maar we gaan er niet van uit dat iedereen dat nu zomaar thuis heeft. Dus wat gaan we doen? Je neemt een stukje karton. Deze is van de lievelingsfrisco's van mijn echtgenoot. En een stukje zilverpapier. Ja? Je pakt dat stukje goed in met zilverpapier. Stel dat er nog in dat dat kapot is, dat is niet erg. Hè? Je hebt vast nog wel stukjes karton of zo. Hè? Dus dat is heel handig voor, om jezelf een beetje te bijlappen. Oké. Voor product heb ik genomen bloem. Bloem met een beetje water. Dat is vloeiende bloem. Hè? De mama zal dat wel kennen, of de papa. Dat is vloeiende bloem. Dat is een heel goede bloem om sausjes mee te maken. Dat geeft niet gemakkelijk klontertjes. Ik heb daar een beetje warm water bij gedaan. Doe er niet te veel warm water ineens bij. Dus bloem en warm water. En om je lokken te isoleren, zodat je geen vlekken maakt, heb ik wc-papier genomen. Deze, dat is wel grappig wc-papier. Dat was zo, als er geen wc-papier meer was, ben ik een keer naar een andere winkel geweest en daar had ik dat dan. Dat is gewoon, hè. Oké, goed. Dus, zilverpapier, een kartonnetje, wc-papier, bloem, een beetje warm water, en een penseel. Je zult wel ergens nog een verfborstel vinden thuis, zeker. Een verfborstel. Of wat zouden we er nog kunnen voor gebruiken? Ik kan eens even nadenken daarover. Seconde, hè.